Postvaarbank werkt naar verbetering toewijzingsprocedure sociale woningen. BOG heeft nu eigen insectorium. En orkaan Matthew maakt op Haiti dodelijke slachtoffers. Dames en heren, van harte goedenavond. Welkom bij het journaal. Het is vandaag dinsdag 4 oktober. Directeur Guinmardo Cromosuto van de Surinaamse Postvaarbank werkt aan verbetering van de toewijzingsprocedure voor sociale woningen. Volgens de banktopman zijn er te veel personen die te lang hebben gewacht op een woning. Bij de bank worden de financiële, de bankaire zaken afgehandeld en krijgen de mensen dan de geldlening. Het is dus niet zo dat de bank de huizen toewijst. Wat de bank doet is, zij geeft de geldlening. Natuurlijk kan dit proces vele malen beter. En we weten dat in het verleden veel mensen zich hebben geregistreerd om gescreend te worden. En daarbij is de verwachting, of was er een verwachting dat zij ook de aanmerking zouden kunnen komen voor een huis. Wat wij zeggen is dat we die ervaring die we hebben opgedaan, die gaan we delen en we gaan proberen om zoveel als mogelijk de irritaties, de wachttijden weg te halen. De regering van Suriname heeft bij monden van de president Desi Bouterse bekendgemaakt dat gedurende haar zittingstermijn een groot aantal woningen te zullen bouwen over het gehele grondgebied van het land. De regering heeft een huisvestingsplan 2012-2017 samengesteld waarin de herstructurering van de huisvestingssector wordt beschreven en waarbij de overheid een andere rol vervult. Er zijn tot nu toe een groot aantal woningen gebouwd, onder andere de Hanneslus, Coroni, Leiding 10A en Richelieu. Cromosuto geeft aan dat deze projecten onverkort doorgaan, want in de afgelopen tijd is er hard gewerkt om het huisvestingsplan voort te zetten. Voor een groep van geregistreerden die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een woning, is dit wel een opluchting. Wij hebben als bank ook gewerkt aan de hele discussie met Broadhomes. En we weten dus dat Broadhomes ook huizen gaat bouwen. En we hebben dus de ervaring die we hebben opgedaan in de afgelopen periode ook daar gedeeld. Alleen maar om die irritatie die er is bij de bevolking en de mensen die zich hebben geregistreerd, om die zoveel als mogelijk weg te halen. De verwachting is dat heel binnenkort, en ik verwacht de mensen wederom in oktober, om daar een finale overeenkomst te hebben om die huizen te bouwen. En dan gaan we natuurlijk proberen als bank zoveel als mogelijk de mensen die geregistreerd zijn en die gescreend zijn, om die op die lijst te krijgen. Mijn president, ik ben heel trots op u. U bent een man van daad. Een man van woord, u staat achter hetgeen u zegt en ik weet dat u bent voor de Mofinawang. Mijn complimenten. De regering streeft ernaar dat elke Surinamer in aanmerking komt voor een betaalbare woning. Het insectarium, dat is de insectenkweek van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, is een nieuwigheid. Vandaag is er een presentatie gehouden waarin de afdeling entomologie van het BOG het insectarium waarin de Aedes muskiet gefokt wordt, heeft gepresenteerd. Helene Hiewat, hoofd afdeling entomologie BOG, zegt dat de muskieten worden gekweekt zodat ontdekt kan worden hoe bestrijdingsmiddelen effectief op ze kunnen werken. De testen kunnen in tegenstelling tot voorheen in Suriname worden gedaan. De presentatie, de bedoeling daarvan was om het insectarium te introduceren. Het is een nieuw insectarium voor het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Insectarium wil zeggen, het is een insectenkweek. En we kweken met name muskieten voor onderzoek naar bestrijdingsmethoden, de effectiviteit van bestrijdingsmethoden voor muskieten. En ook eigenlijk in het kader van de preventie van dengue, chikungunya en Zika. In het verleden, met name insecticideresistentieonderzoek van muskieten.
werd in het buitenland gedaan. Dat wil zeggen dat we muskieten eitjes naar het buitenland stuurden. Ze werden daar opgekweekt en de testen werden uitgevoerd. Nu hebben we het insectarium en kunnen we dus die muskieten zelf veilig kweken en de testen hier uitvoeren. En het insectarium is gerealiseerd met financiering van de Pan American Health Organization, PAHO. En het AFD-project van het ministerie van Volksgezondheid. Dat is het Franse samenwerkingsproject. Met behulp van de Fransen wordt het onderzoek gedaan in Suriname. De buitenlanders kunnen helpen aan de gerichte bestrijding van de muskiet. Dayanan Pantjou, docent medische entomologie, zegt dat de muskiet 4 typen dengue kan overbrengen. Het is heel belangrijk dat we nu in staat zullen zijn om resistentieonderzoek, resistentie tegen muskieten, met name die Aedes aegypti muskiet, kunnen we dus onderzoeken. Die Aedes aegypti muskiet is een heel bijzondere muskiet. Deze muskiet kan 4 typen dengue overbrengen, Zika, chikungunya en stadsgele koorts. Dat noemen we urbane gele koorts, want je hebt ook andere vormen van gele koorts, dat is bosgele koorts, dat wordt door een ander muskiet overgebracht. Er is geen enkel muskiet die zoveel soorten pathogenen kunnen overbrengen. En alsof dat niet genoeg is, kan deze muskiet, als die muskiet besmet is en eieren legt, dan zijn die eieren ook besmet. Het kan zo 6 generaties lang besmet zijn. Met ondersteuning van Frans-Guyana, zowel op financieel gebied als op wetenschappelijk gebied, is dit tot stand gekomen. En de resistentiebepaling is heel belangrijk, want vanaf nu zullen we weten of het zinvol is om malachon te gebruiken, met malachon bespuitingen uit te voeren. De minister van Volksgezondheid Patrick Pengel en BOG-directeur Leslie Resida gaan ook in op deze mijlpaal. En we moeten ook leren. We moeten leren van wat er in andere landen gebeurt. Als er muskieten in Frans-Guyana al niet meer of al resistent zijn tegen bepaalde pesticiden of insecticiden, moeten we daaruit leren en kijken van oké, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat zo lang als mogelijk uitstellen. Want het is al gezegd, er gaat een moment komen. Dus ga je voorbereiden in de komende jaren van oké, maar waartegen is de muskiet niet resistent? En wat zou ik dan wel kunnen gebruiken als je praat over wanneer er tijdens een uitbraak massabespuiting moet plaatsvinden? Het principe blijft wel dat we de bloedplassenbestrijding als eerste ter hand moeten nemen, alvorens we gaan naar massabespuitingen. We hebben natuurlijk met veel inzet van verschillende, niet alleen de mensen die u hier ziet, van het BOG. Algemeen hebben we natuurlijk heel hard gewerkt naar dit moment. Maar laat me duidelijk maken dat je groeit naar een niveau waarbij je je werk, je resultaten internationaal kan vergelijken. Er is genoeg personeel en apparatuur om de insecticide-resistentietesten te doen. Van een Europese naar een Surinaamse gemeente, dat is het streven van de Evangelische Broedergemeente Suriname, afgekort EBGS. Dominee van de EBGS Suriname, Michael Persaud, gaat hierop in. Logisch Seminarie werkt samen met de hervormde gemeente van Suriname en de Lutherse gemeente van Suriname. Vanavond is aan het woord Dominique de Graven, Diana de Graven van de hervormde gemeente. En haar masterthesis, haar scriptie, populair gezegd, daar heeft ze geschreven over de hervormde kerk, die als een geplante kerk in Suriname komt, een potplant, een Europese kerk in Suriname. En die kerk is op weg naar een contextuele kerk worden. Eigenlijk is dat het streven van de broedergemeente, is het streven van alle christelijke kerken in Suriname. Dat je gaat van dat wat je vroeger was, van overgeplante, naar een eigen ding. Ik noem u maar een voorbeeld. Wij hebben als Europese kolonie hebben geleerd dat als je netjes gekleed wil zijn, dan moet je dragen een lange mouw hemd en een das. Maar nu in onze hitte, u ziet mij zweten, u ziet mij vegen. Dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat als wij een contextuele kerk zijn, dat we ook contextueel gekleed gaan. Dit streven van de kerk is gelinkt aan het gisteren geopende schooljaar van het Theologisch Seminarie van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Dit seminarie is een opleidingsinstituut van de EBGS waar de predikanten worden gevormd en toegerust voor de gemeente en de gemeenschap.
twee participanten over hun beweegredenen om aan deze studie te beginnen. Heel fijn, eigenlijk boven verwachting. Ik ben vorig jaar begonnen eigenlijk uit de beweegreden, waarbij ik gewoon meer wilde weten. Meer wilde weten over God. Ik kreeg te maken met een sterfgeval in mijn familie. En dat is eigenlijk de reden geweest wat mij heeft bewogen om verder op zoek te gaan. En eigenlijk tot zover, het theologisch seminarium is boven verwachting. Heel veel geleerd in het afgelopen jaar. Dus ik kijk met vreugde tegemoet om het tweede jaar te gaan volgen. Ik ben bachelorstudente, dus 4 jaar in de opleiding. Wat mij ertoe heeft bewogen is, ik volgde een eredienst op zondag en het heeft mij geprikkeld. God heeft mij geprikkeld om theologie te studeren. Ik zou iets anders willen doen, maar ik heb dus gekozen voor om een theologie te studeren. En waarom ik het heb gedaan, omdat binnen dit beroep en binnen onze denominatie, de EBG, zijn er weinig predikanten. De meeste, degenen die er zijn, zijn mensen die de 50 en 60 en zoveel hebben al bereikt. Dus op een gegeven moment, als die er niet meer zijn, dan is er niemand meer die het beroep, die dit werk voortzet. En dat kan je dus. Dat is voor mij een beweegreden geweest dat ik dus dingen theologie heb gedaan. Er wordt al 110 jaar theologisch onderwijs gegeven. Het verschijnsel van geweld en criminaliteit baart winkeliers zorgen. Tot deze conclusie komt de DNA-lid en secretaris van de Suriname Chinese United Association, Stephen Tsang. Tsang zegt dat dit een van de problemen is waarmee de Chinese ondernemers te kampen hebben. En op dit moment is ons grootste zorg is de criminaliteit. De winkelier heeft er baat bij dat hij in een veilige samenleving opereert. We zien dat het in Albina is gelukt. Alleen de economische crisis die brengt natuurlijk die criminaliteit met zich mee. En het probleem is op dit moment Paramaribo. Daar hebben we heel veel gesprekken over gehad met de politie, met Juspol, met de DC's. En ik denk niet dat ik hierover kan uitweiden, want zolang die plannen nog niet concreet zijn, ik denk niet dat ik daarover in de media kan beginnen. Daarnaast ook de koersontwikkeling. Er wordt van alles gedaan om de koers omlaag te brengen. Het is niet alleen de winkelier die daaronder leidt, ook de burgers, iedereen leidt daaronder. De president heeft een aantal maatregelen opgezond. Ik denk dat het belangrijkste is dat we gaan moeten produceren. We gaan als land moeten produceren, we gaan meer moeten exporteren. En dat is niet alleen van de regering, dat is van ieder. Er zijn te weinig Surinamers die ondernemers zijn. En dat is deels te weten aan ons leersysteem, dat is mijn mening. En ik denk dat we daar ook goed over moeten nadenken, hoe we in de toekomst meer Surinamers in ondernemerschap kunnen krijgen. Niet alleen de criminaliteit, maar ook de koopkracht werkt ontmoedigend om te blijven ondernemen. Maar ondanks de vele uitdagingen gaan de winkeliers toch door om hun waar aan de man te brengen. Tsang voegt eraan toe dat de regering werkt naar oplossingen voor de economische problemen, maar volgens hem zit het probleem in het feit dat heel weinig Surinamers ondernemen. Het is moeilijk. Het is heel erg moeilijk, want de koersen zijn hoog, de koopkracht is gedaald, je inkomsten zijn minder, de consument klaagt dat de prijzen hoog zijn. En dat is ook iets wat heel erg speelt bij de Chinese winkeliers. Want niet iedere prijsverhoging is een prijsopdrijving, maar dat snappen mensen niet. Begrijp je? Dus de winkelier is de eerste lijn naar de consument. En zij worden altijd als eerste uitgescholden. En dat is veelal onterecht, omdat zij dat niet mogelijk zijn. Als je iets duur moet opkopen, dan zul je prijzen moeten verhogen. En we hebben daarover ook gesproken. We hebben gevraagd aan de importeurs, de leveranciers in ieder geval, om indien verhogingen zijn, dat zij die ook doorgeven. Zodat de samenleving dat ook weet. Want dat wordt niet gedaan. De prijzen worden verhoogd, waardoor de winkeliers ook moeten verhogen. En dan krijgen die scheldpartijen naar de winkelier toe. En dat is ook niet prettig. Dat is ook niet prettig. De voorzitter van de Vereniging Surinaamse Winkeliers, Raymond Hasno, ziet het echter momenteel niet zitten om te ondernemen. Hij ziet vooralsnog geen succes in het ondernemen met het oog op de economische situatie waarin het land verkeert. Kledingzaken, cellulair shops, bouwmaterialen, ijzerhandel en zo. En dat zijn bijna 22.000
winkels en winkeliers die dus die vergunning hebben. Want je moet sowieso een vergunning hebben om een winkel te kunnen draaien en zo. Maar in mijn branche schatten we ongeveer 4000 in de levensmiddelenbranche en zo. En dat is gigantisch voor een klein land en met een kleine bevolking. Als je even uitrekent 550.000 afgerond naar boven. Inwoners met 4000 winkels, dan kom je op ongeveer 150 inwoners voor één winkel. Dat is niet te doen. Je komt niet uit. Je gaat niet genoeg kunnen verkopen om je vaste lasten te kunnen betalen. En uit de kosten te komen. En je moet ook wat overhouden natuurlijk. En dat was de voorzitter van de Surinaamse winkeliers, Raymond Hasno. De nieuwe Amerikaanse ambassade in Suriname aan de Kristalstraat is in gebruik. Vandaag kregen de media een rondleiding rondom het gebouw. Het oud gebouw aan de Sofie Redmondstraat is volgens internationale veiligheidsvoorschriften niet meer geschikt, zegt ambassadeur Edwin Nolan. Voor hem is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te treffen als wereldwijd alle Amerikaanse ambassades dat in acht nemen. One, while we were very happy in our building on Sophia Redmondstraat, where we had been for 35 years, a lot of the technology has advanced, a lot of the wiring that we need to conduct modern 21st century diplomacy wasn't available in that building. And at a certain point, it becomes easier to move to a new facility than to retrofit an older facility. And the other reason is, unfortunately, the world has changed in the last 35 years, and our security requirements have become more expansive. We need larger plots of land where we can have more what we call setback from the street. And I say that not because we have any particular security concerns here in Suriname, but in the new world of international terrorism, it could happen anywhere. Met het nieuwe gebouw dat in totaal 164 miljoen US-dollar heeft gekost, is aangetoond dat de VS en Suriname al geruime tijd bilaterale samenwerking genieten. Dit project heeft ook 2000 Surinamers werkgelegenheid geboden, zegt de ambassadeur. And in fact, we think this new building is a symbol of our enduring commitment to that relationship with Suriname. And we're going to continue to work with you on political, social, economic development. To the extent possible. At the moment, the embassy is focused on our bilateral relationship. As you see, it's a large facility. I couldn't rule out that at some point in the future we might have some regional responsibilities. Some of our other embassies in the region do have regional responsibilities. So there is room for growth here, but right now, and in the immediate planning period, we're focused on our relationship with Suriname. Vanwege veiligheidsredenen mochten de media geen shots van het gebouw nemen. De officiële opening van de nieuwe ambassade is morgen. Ik ben zo meteen bij u terug. De orkaan Matthew heeft zijn eerste dodelijke slachtoffers gemaakt in Haiti en is nu onderweg naar Cuba. In Haiti is een man in een kano verdronken. Een andere persoon is nog vermist. Mensen die in kwetsbare huisjes langs de kust wonen, zoeken een schuilplaats. De orkaan heeft de kust van het eiland vanochtend bereikt. Het zal de zwaarste Caribische storm in 9 jaar zijn. Matthew arriveerde met flink wat regen en windsnelheden van 220 km per uur op het westelijk punt van Haiti. Gisteravond kwamen de buitenste delen van de storm al aan in het gebied, waardoor duizenden huizen overstroomden. Ook in Tiburon werden bewoners gekweld door overstromingen. In Le Caye aan de zuidkust ging de stroom uit. Het klimaatakkoord van Parijs, waarmee de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 à 2 graden Celsius, kan officieel in werking treden. Tijdens een door velen als historisch bestempelde stemming heeft het Europees Parlement het akkoord goedgekeurd. Met de goedkeuring zijn de juridische drempels voor de inwerkingtreding definitief overschreden. Het klimaatakkoord kan pas juridisch bindend worden als minstens 55 ondertekenaars, die samen goed zijn voor minimum 55% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het akkoord ratificeren. Na de stemming in het Europees Parlement met 610 stemmen tegen 38 en 31 onthoudingen staat de teller op 63 ondertekenaars die verantwoordelijk zijn voor
voor ongeveer 64% van de uitstoot. Het klimaatakkoord werd eind vorig jaar onderhandeld tijdens de VN-klimaattop in Parijs. De formele inwerkingtreding volgt over 30 dagen. Het aantal geschorste agenten in Turkije is opgelopen tot 12.801. De schorsingen zijn het gevolg van vermeende banden van de agenten met het netwerk van Fethullah Gülen. Het aantal geschorste politiemensen, onder wie 2523 commandanten, vertegenwoordigt ongeveer 5% van de gehele Turkse politiemacht, zo melden Turkse autoriteiten vandaag. In totaal zijn na de poging tot staatsgreep ongeveer 100.000 militairen, politieagenten, ambtenaren of leden van de rechterlijke macht ontslagen of op non-actief gezet. Rond de 32.000 mensen zijn gearresteerd. De organisatie van de in de Verenigde Staten verblijvende Gülen zat volgens de regering in Ankara achter de mislukte coup in juli. De noodtoestand die na de coup werd afgekondigd is gisteren met 3 maanden verlengd. President Recep Erdogan zei vorige week dat de uitzonderingstoestand mogelijk 1 jaar van kracht blijft. Mensenrechtengroepen en westerse critici vrezen dat Erdogan de mislukte coup aangrijpt om politieke tegenstanders uit te schakelen. En nu wat sportnieuws in het journaal. Tot besluit van mijn bijdrage vanavond. Maria Sharapova telde dagen af totdat ze weer mag tennissen. Het internationale sporttribunaal CAS besloot vandaag de schorsing van de Russische tennister in te korten naar 15 maanden. Dat betekent dat de voormalige nummer 1 van de wereld in april 2017 weer op de tennisbaan kan staan. De dopingschorsing van Maria Sharapova voor het gebruik van meldonium is teruggebracht van 2 jaar naar 15 maanden. Dat heeft het Hoge Rechtshof CAS bepaald. Sharapova krijgt de strafvermindering omdat het CAS bewezen acht dat ze het middel niet bewust genomen heeft om haar prestaties te verbeteren. Sharapova werd op 26 januari tijdens de Australian Open betrapt op het gebruik van meldonium. Veel, vooral Russische topsporters, volgden. Maar Sharapova was de enige die toegaf het middel gebruikt te hebben nadat het op de lijst met verboden middelen terecht was gekomen. Ze vertelde het middel al 10 jaar op doktersadvies te gebruiken en wist niet dat het sinds 1 januari verboden was. De Internationale Tennisfederatie schorste haar voor 2 jaar en tegen die straf ging Sharapova dus met succes in beroep bij het CAS. Because the ITF tribunal considered that she committed significant fault, while the CAS panel determined that the fault was not significant. So, for that reason, there was a possibility to reduce the sanction to 15 months. Sharapova mag op 26 april volgend jaar weer tennissen, een paar weken voordat Roland Garros begint. Op Facebook zegt ze dat de afgelopen maanden zwaar waren en dat dit een van de mooiste dagen in haar leven is. En daarmee heb ik het gehad. Dag.